verpleeghuizen. Het gaat niet goed met verpleeghuizen en verzorgingshuizen in ons land. Er is een structureel personeelstekort dat steeds vaker wordt aangevuld met stagiaires. Mensen die nog in opleiding zijn, niet betaald worden, maar voor een goed cijfer wel veel meer verantwoordelijkheden krijgen dan ze aankunnen. En het gevolg, dat is ernstig. Patiënten worden zo verwaarloosd. In de late dienst werkte ik in mijn eentje op 14, 15 bewoners. Tot wat voor situaties leidde dat dan? Het is wel bekend, een pyjama-dag. Dat mensen gewoon in bed moeten blijven. En dat er gewoon onvoldoende personeel is, dat ze uit bed kunnen komen. En dan sta je dus in een avonddienst waarbij je gewoon pillen moet delen. Dan geef je dus mensen medicatie waarvan je helemaal niet weet wat je geeft. Dan denk ik, er hoort geen leerling in de nacht op 30 man. Is zoiets verantwoord? Nee, zeker niet. Bij mij in de studio Gijs Rademaker van het En Vandaag Opiniepanel. Nou, Gijs, twee stagiaires die vertellen dit verhaal. Maar kunnen we daaruit afleiden hoe het in de praktijk gaat, hoe het echt zit? Nou, we hebben met het Een Vandaag Jongerenpanel Topics hebben we onderzoek gedaan onder 600 stagiaires. Mm-hmm. Studenten die stage hebben gelopen op verpleeg- en verzorgingshuizen in heel Nederland. En het zijn niet stages van een dag of twee, hè, denk ik? Nee, het zijn stages die weken hebben geduurd en in de meeste gevallen zelfs maanden hebben geduurd. Dus deze mensen weten heel goed wat er speelt in die huizen. En wat speelt er dan? Wat hebben ze gezien? Nou, ze doen nogal een boekje open over de omstandigheden daar. Laten we eens kijken. 7 op de 10 zegt bijvoorbeeld dat er structureel veel te weinig personeel is in die verpleeg- en verzorginghuizen. Waardoor dus basistaken, hè, en we hebben het hier over de verzorging van kwetsbare mensen, basistaken niet gedaan kunnen worden. Ja. En de werkdruk is heel erg hoog. Oké, hoge werkdruk, ja. Weinig personeel in die huizen. Ja, dat betekent dus dat die stagiaires voor alles en nog wat worden ingeschakeld, hè? Ja, zeker. Dat kun je wel zeggen. Kijk, je loopt normaal stage bij een bedrijf, omdat je wil leren hoe dat bedrijf werkt, ja. Omdat je basistaken wil gaan uitvoeren, wil leren hoe dat moet. Hè? Maar de stagiaires die wij in dit onderzoek spreken, die zeggen eigenlijk bijna allemaal dat ze vooral ingezet worden als volledige werkkracht met alle taken en alle verantwoordelijkheden die daarbij horen. Ja. Het is zelfs wederom bijna 7 op de 10 mensen die zeggen we worden ingezet als vast personeel. En dat is dus niet 1 of 2 keer, nee, structureel. Structureel, ja. Dan kan je ook zeggen, anderzijds, dat is prima. Want als je structureel ingezet wordt in dat soort taken, dan leer je het vak tenminste goed. Ja, dan leer je tenminste echt het werk doen. Ja. Tuurlijk moet er ruimte voor zijn binnen een stage. Maar het mag natuurlijk nooit ten koste gaan van de cliënten, die zwakke groep. En dat doet het wel? Het gaat ten koste van patiënten? Ja, dat gebeurt zeker. Dat horen we van alle kanten. We hebben 2 deelnemsters, je zag ze net al even, uit dit onderzoek opgezocht en ze gevraagd wat hun ervaringen zijn geweest tijdens hun stage. Rut Derks en Lonneke van Middendorp zijn verpleegkundigen in opleiding. In hun eerste jaar liepen ze, net als iedereen, stage in de ouderenzorg. En daar werden ze direct geconfronteerd met het grote personeelstekort. Tot wat voor situaties leidde dat dan? Het is wel bekend, een pyjama-dag. Dat mensen gewoon in bed moeten blijven. En dat er gewoon onvoldoende personeel is dat ze uit bed kunnen komen. Omdat het best wel veel vergt. Dus je moet ze natuurlijk eerst wassen, aankleden. En dat komt dan vaak niet. Waardoor ze gewoon in bed bleven liggen. En ze alleen schoon incontinentiemateriaal aankregen. In de late dienst werkte ik in mijn eentje op 14, 15 bewoners. En daar deed je eigenlijk alles. Gaf je eten, ruimte de vaat op, koffie drinken, naar bed brengen, toilet, alles, medicatie. En nachtdiensten hadden we er 30. In je eentje? In mijn eentje, ja. Dat was in het begin wel slikken. Vanwege tekort aan gediplomeerde krachten werden de leerlingen direct in het diepe gegooid. Bijvoorbeeld op een afdeling met dementerende ouderen. Op het moment dat er een bel gaat, maar een tweede bel ook gaat, dan ben je niet in staat om daar naartoe te gaan. Die moet je er één laten lopen. En met het gevolg dat er veel mensen vielen. En het was eigenlijk onverantwoordelijk, ja. Zoals het geven van medicatie terwijl je eerstejaars bent. Zoals bijvoorbeeld insuline. Dat hadden wij nog nooit op school gehad. Maar toch vroegen ze aan mij van wil je dat doen? En zonder toezicht hebben ze mij gewoon de insulinepen gegeven. En moest ik dat inspuiten. Terwijl ik in principe eigenlijk helemaal nog niet wist waar. De leerling wordt dus ingezet als volwaardig gediplomeerd personeelslid. En dat kan leiden tot risicovolle situaties. Mocht je echt te veel insuline inspuiten, dan kan het echt wel dodelijk zijn. En sowieso zijn er wel eens fouten rondom insuline gebeurd. Dat iemand 36 eenheden insuline moest krijgen en er 63 kreeg.
Nou ja, dan kan je iemand zo een hypo spuiten met alle gevolgen van dien. Dus. Ik heb meegemaakt dat mensen huidbraken. En er was één verpleegkundige en die was verantwoordelijk voor eigenlijk, ik geloof, 6 huizen. En dus op het moment dat hij ook niet in huis was, dan was de keuze, nou, of je legt iemand terug in bed niet wetende of hij wat gebroken heeft. Of je laat hem vervolgens liggen op de grond totdat verpleegkundige in huis komt. Nu heb ik wel wat meer kennis qua medicatie. Soms mag je het niet vermalen of met melkproducten geven. Maar daar werd het gewoon, als het maar gegeven werd. En, yeah. Is zoiets verantwoord? Nee, zeker niet. Er was geen geld beschikbaar om iemand extra. En een leerling is natuurlijk heel goedkoop, een helpende is heel goedkoop. En zet die lekker in de nacht. En op een gegeven moment, ik heb meegemaakt dat we nog wel met z'n tweeën liepen in de avond. Maar dat was te duur, dus werd je in je eentje gezet. En gewoon vanwege dat er geen geld is voor meer personeel. Dat is schrijnend. Dat is zeker schrijnend, ja. Lonneke's verhaal wordt bevestigd door collega's en een familielid van een bewoner. De directie van het verzorgingshuis in Doorn, waar Lonneke werkte, onderkent het probleem. Het kan nadrukkelijk beter. Dat ben ik volkomen met haar eens. Het is wel een gegeven dat we ook moeilijk mensen in de zorg kunnen krijgen. Is die verleiding dan ook niet groot om toch net te veel ongediplomeerde mensen in te zetten? Als je geen gediplomeerde hebt, moet je wel. Hm. Wat wij naast, zeg maar, wat je probeert aan werving te doen, zet je ook uitzendkrachten en flexkrachten in. Maar dan nog kan het zijn dat er niet voldoende gediplomeerden zijn. En wat we dan in het hele huis doen, is dat we opnieuw kijken hoe verdelen we onze gediplomeerden over de afdeling. Zodat de gediplomeerde de ongediplomeerde aanstuurt. Ik weet niet of het niet gewoon bij je werken en ontwikkeling hoort dat je als leerling op een gegeven moment een bepaalde verantwoordelijkheid neemt. Het is natuurlijk ook niet zo dat je dan, als je op de dag dat je diploma krijgt, zou je het dan plotseling wel moeten. Daar moet toch een geleidelijke schaal in zitten. Dus ik vind dat eigenlijk wel logisch. Dat mag zo zijn. De Inspectie voor de Gezondheidszorg vindt dat leerlingen nooit de taken van een volwaardige kracht mogen overnemen. Als mensen dingen moeten doen waar ze niet voor bevoegd zijn, dan mag dat niet. Daar zijn we altijd heel helder in. Dat ze ingezet worden als volwaardige kracht. Ja, wij weten natuurlijk allemaal dat er grote tekorten zijn. Waar het ons om gaat, is dat die stagiaires goed begeleid worden. Want het is natuurlijk goed dat ze in de praktijk leren wat ze moeten doen. Maar er moet altijd iemand zijn die hen begeleidt en die ook kijkt of ze dingen goed doen of niet. Ja. Dus dat is voor ons cruciaal. En als blijkt dat dat niet zo is? Als wij daarachter komen dat ze alleen moeten werken en in die situatie dus grote verantwoordelijkheid krijgen, dan zullen wij dat zeker bij de Raad van Bestuur aankaarten en zeggen dat wij dat uiteindelijk een vorm van misbruik vinden. De inspectie gaat deze zaak verder onderzoeken. Zowel Rut als Lonneke werkt inmiddels in een ziekenhuis. In de ouderenzorg zul je niet meer tegenkomen. Ja, dat hoor ik eigenlijk van iedereen, ook uit mijn klas. Er zijn dan vierdejaars studenten, verpleegkundigen. Echt niemand gaat daar naartoe. Niemand zegt van, oh, ik ga in de ouderenzorg werken. Dat is eigenlijk heel schrijnend natuurlijk, want er zijn ook mensen nodig. Ja, maar ook sowieso, het kan zo leuk zijn. Het kan echt, als de omstandigheden anders zouden zijn, zou ik echt wel daar willen werken. Ja, Gijs, nou, dit waren twee verhalen, schrijnende verhalen van stagiaires. En je vertelde net, jullie hebben met Topics 600 van deze mensen gepeild. Ja, we hebben er honderden gepeild en die komen dus ook met soortgelijke verhalen. Iemand die schrijft ons, tijdens mijn allereerste stage moest ik een klisma geven. Ik had dat nooit mogen doen. De bewoonster viel flauw, het was afschuwelijk. Ja, het is verschrikkelijk voor zo'n bewoonster, maar ook heel erg voor zo'n stage. Voor een stagiair. Voor een stagiair. Die voelt zich onder druk gezet. Nou, je loopt stage, je wil het goed doen. En je voelt je vaak gedwongen om werk te doen waar je eigenlijk nog niet toe in staat bent. Nee. Sterker nog, werk waar je ook niet toe bevoegd bent. Hè? Iemand die schrijft daar het volgende over. Die zegt, nou, als ik zei dat ik zulke handelingen nog niet mocht uitvoeren, dan werd er gezegd dat ik niet moest zeuren en gewoon doen. Ja. Hè, dus heel veel stagiaires doen ook maar gewoon. Ja. Ze durven niet te weigeren, ze willen een goed cijfer halen, maar ze gaan daarbij eigenlijk een hele, hele belangrijke grens over. Dankjewel, Gijs Rademaker. Samengevat, er is dus een personeelstekort in zorg- en verpleeghuizen zo groot dat nu stagiaires worden ingeschakeld als fulltime krachten. En dat heeft tot gevolg dat de zorg structureel verslechtert. De Inspectie voor de Gezondheidszorg moet toezien op leerlingen die worden ingezet op dit soort opleidingsplaatsen. Maar kennelijk komt informatie over misstanden niet of mondjesmaat door. Hoe kan dat nou?
Ze zitten vaak ook met het dilemma van wat moet ik hiermee? Als ik dit aankaart, dan verlies ik misschien mijn stageplek. Aan de andere kant, als ze het niet aankaarten, dan kan het voort blijven bestaan. En wat ook het risico is, is dat ze, omdat ja, het toch niet een prettige manier van werken is, dat ze afhaken en de ouderenzorg gaan verlaten. En ik hoop ook dat de opleidingen daar ook meer oog voor krijgen. Dat die ook snappen dat het voor stagiaires een hele grote stap is om zoiets te melden. En ja, als ze dat niet durven te melden binnen de eigen organisatie, zou het heel goed zijn als de opleiding wel die signalen krijgt en dat er vanuit de opleiding contact wordt opgenomen met de organisaties waar dit plaatsvindt. Staatssecretaris.